iedereen is ook al ineens op zoek naar zichzelf en gaat cursussen doen. Ik doe nou zelf zen. Daar word je dan heel gecentreerd van. En dat heb ik altijd al gewild. En je wordt er ook rustig van. Dus je kan gewoon... En ik heb een of andere video gekocht van een Sabine Bawa. Was heel leuk. Ik deed hem erin en Sabine zei, bedankt voor het kopen van de video. Ik zag Sabine niks te danken. En Sabine zei, ga zitten. Dus ik zitten. En Sabine zei, sluit je ogen. Ik denk, ja, hoe kan ik dan naar de video blijven kijken? Maar goed, je gaat er mee. En Sabine zei, voel je dat onder je, daar is geen vloer. Oké. Nee, je zweeft op een gat. En dat gat komt uit in jouw levenskracht. Jouw levensrivier. En voel dan dat er een touwtje zo van jouw levenskracht zo... in je anus gaat. En sleurt die levenskracht dan maar op. Doe maar... Laat maar volstromen. Ontspan je anus. Ontspan je anus. Gewoon zitten schijt in de woonkamer. Ja, maar dan ga je dus op zoek naar jezelf en dan ben je gewoon een baal stront. Maar waarom doen we zo? Waarom heeft iedereen ineens een moeilijke jeugd gehad? Daar moet je maar eens op letten. Iedereen heeft een moeilijke jeugd gehad. En moet dus ook in therapie. Ook als je geen moeilijke jeugd hebt gehad, moet je ook in therapie. Want ja, dan snapt niemand je. Ja, zit je jankend op die bank. Nou ja, dan kwam mijn vader thuis. Nuchter. En dan... dan gingen we met z'n allen aan tafel zitten. En dan mocht iedereen vertellen wat hij die dag had gedaan. En je moest elkaar ook altijd laten uitpraten. Je schopte. En dan kwam mijn vader weer de bed. Ik mocht niet één verhaaltje, nee, twee verhaaltjes. Klootzak. En dan kreeg ik een trustenkusje. Een trustenkusje. Gewoon op mijn wang, niet eens op mijn lul. Gewoon op mijn wang. Ga toch eens werken, man. Nee, ik kan er tegenaan trappen. Ik doe er zelf nog volop aan mee ook. Iedereen wil toch ergens bij horen. Ik ook. Ik ben zelfs jaloers op bepaalde mensen. Want die hebben er gewoon een identiteit. Hoeven ze gewoon niks voor te doen. Ik heb dat niet. Terwijl ik hou niet van hokjes, denk ik. Ik wil ook niet dat mensen tegen mij zeggen van... oh, Gabriel is een Nederlander of een Spanjaard of een hetero of homo of katholiek of protestant. Ik wil dat mensen me zien voor wat ik ben. Blank. Ja, dat zie je toch? Maar sommige mensen hebben echt geluk, jongen. Ik bedoel, neem gehandicapt. Ja, als jij gehandicapt bent, dat is jouw ding, dat is jouw identiteit. Wat heb ik nou? Ik ben blank. Nou... ja, leuk als je werk zoekt, maar verder, je hebt er niks aan. Mijn eigen handicapten. Op je eigen ingangen. Eigen toiletten. Wat, ben je wel eens in een invalide toilet geweest? Wat een ruimte, man! Die denkt, ga er gewoon schijten, je hoeft hier niet te dansen. Kom op, zeg. Ik woon kleiner. Nou, ik weet dat toevallig, want ik was laatst in een openbaar gebouw, moest verschrikkelijk nodig. Maar ja, mannentoilet bezet, vrouwentoilet bezet, alleen het invalide toilet nog vrij. En ik weet, het is niet de bedoeling om daar naar binnen te gaan. Dus ik heb 5 minuten op de uitkijk gestaan, komt er niks aan, rollen, kruipen of gorgelen. Niks. Dus ik naar binnen en echt, ik zit nog niet. Of ik hoor buiten. Ik denk, vuile teringleiers. Het is gewoon om mij een kutgevoel te geven. Dus ik daar koortsig naar nadenken van, hoe ga ik me hier uitrennen? Nou, ik kon niks beters verzinnen dan de deur open te doen. Ijsveen!